Yo mensen, mijn naam is Kas. Waarom moet mij dit ook alweer overkomen? Maar goed mensen, in de achtergrond zien jullie een gameplay van MW3 met de M16 met een Redout erop. Zonder enige proficiency of wat dan ook. Er staat niet eens kick op. De M16 was level 2 en ik dacht, ja, ik ga er gewoon niets mee spelen. Aangezien Black Ops 2 voor mij onspeelbaar is. Onbespeelbaar, of wat dan ook, onspeelbaar, onbespeelbaar, weet ik veel. Omdat ik zo'n slecht internet opeens heb, het is nog slechter geworden. Ik kan niet eens een fatsoenlijke match spelen. Zelfs in zombies in een private match haal ik 1 bar. Dat is gewoon niet meer normaal. Dus dacht ik, in de MW3 heb ik meestal iets betere connectie. En dat was het ook. Dit was mijn tweede of derde match. En ik haalde een 18-0 in Team Deathmatch. Had ik iets meer kills gemaakt, dan had ik wel een mope gehaald in Team Deathmatch. Maar maakt niet uit. Ik speel met de specialist bonus en ik haal alle perks natuurlijk. Omdat ik 18-0 ga. En als je 7 kills haalt, heb je natuurlijk die specialist bonus. Maar goed mensen, jullie horen wel degelijk dat er iets mis is met mijn spraakvermogen, met mijn gepraat, met mijn gebrabbel of wat dan ook. En dat hoor je vooral als ik een woord met een S erin uitspreek. En ja, ik zal gewoon vanaf het begin vertellen wat er allemaal gebeurd is. Sinds vorig jaar heb ik blokjes. Nee, geen fucking Lego blokjes. Waar denk jij nu aan? Blokjes op mijn tanden. En ja, met blokjes op je tanden, er is niet echt zo heel veel mis mee. Ja, als je eet is dat gewoon iets moeilijker dan zonder blokjes. Maar de eerste week gewoon doet het een beetje pijn. De eerste 2-3 dagen doet dat pijn. Maar daarna gaat het gewoon helemaal perfect en heb je er niet echt last van. En voor de mensen die ook blokjes hebben, die weten dat je elke maand naar de orthodont moet gaan voor een controle. Dan spant hij dit weer eens aan of dan zet hij er weer nieuwe elastiekjes op enzovoort. En dat moet ik dus ook doen. Ik ben een Pool, maar ik moet ook elke maand naar de orthodont gaan als ik mijn blokjes heb. Ook al is dat bijna onmogelijk. Nee, maakt niet uit. Maar goed, ik moet dus elke maand naar de orthodont gaan voor een controle. En die orthodont van mij is echt een BLO. Maar dat is echt een BLO. De eerste 2 keer dat ik er was, begon die gewoon te zingen. Tijdens gewoon de operatie, laten we zeggen. Want die was zo die blokjes aan het vastmaken op mijn tanden. Die begon opeens te zingen. Ik bedoel, dat is gewoon een dikke BLO. Dat is gewoon een rare kerel. En donderdag, voor vandaag is zaterdag, moest ik weer naar de controle. Ik moet elke maand de zoveelste donderdag gaan. En die, ik kwam gisteren en die zei niet eens hallo, die zei dag slachtoffer tegen mij. Ik zeg zo, hoe the fuck ben ik een slachtoffer? Ja nee, ik zei gewoon, hoezo slachtoffer? Ik poets mijn tanden toch altijd, ik ben toch al altijd in orde. Weet je wat hij dan zegt? Ja, maar wat ik nu bij u ga doen, daar ga je heel veel last van hebben en daarom ben je het slachtoffer. Dus vraag ik, wat ga je dan doen bij mij? Denk je dat hij zegt wat hij gaat doen? Nee, die gaat niks zeggen, die doet het gewoon. Dus dan zat ik daar met mijn bakjes open. En zet hij 2 dingen achter mijn 2 voorste tanden. Waardoor ik zo praat zoals nu. Ik weet niet wat het is, het is zoiets dat ik met mijn onderste tanden er tegenkom. Omdat ik zogezegd te fucking hard bijt op mijn tanden. Ik bedoel, what the fuck, ben ik een gorilla of zo? Dat die kracht heeft, dat die zijn tanden kapot bijt of zo. Nee, ik ben helemaal geen gorilla, ik ben een Pool. En waarom zou ik dan in godsnaam te hard bijten op mijn tanden? Het slaat helemaal nergens op. Echt waar. Dus nu weet ik echt niet wat ik moet gaan doen, want dit moet minimum een maand blijven. Want pas de volgende maand ga ik naar de orthodont. Dus pas volgende maand kan hij dat eraf halen. En wie zegt dat hij de volgende keer dat eraf gaat halen? Het kan zijn dat dat nog 3 of 4 maanden op mijn tanden blijft. Wat dan? Moet ik voor 3 of 4 maanden stoppen met YouTube? Het is gewoon fucking kloten. Niks zit met mij mee. Alles gaat mis. Ik bedoel, om het nog erger te maken is niet alleen die 2 dingen achter mijn tanden. Het is ook nog dat ik elastieken moet dragen. Waardoor dat, en dat doet gewoon fucking veel pijn. Dat is niet normaal. En ik weet niet wat jullie ervan vinden hoe ik nu praat. Vinden jullie dat grappiger en moet ik meer video's maken? Of moet ik juist stoppen omdat dat fucking aan mijn tand is? Want ik weet echt niet wat ik moet gaan doen. Want dit is gewoon onmenselijk. Dit kan toch gewoon niet zo verder? Waarom moet ik altijd zeggen? Yo mensen, mijn naam is Kastjop en welkom bij een nieuwe commentary. Vandaag speel ik met de Peacekeeper. Dat slaat toch nergens op? Ik hoop dat het na een weekje of zo weggaat. Ik zit nu al 3 dagen hiermee. Ja, donderdag, vrijdag, zaterdag, 3 dagen inderdaad. Mijn wiskunde is fucking goed. En er is niet echt heel veel verbeterd aan mijn spraakvermogen, laten we zo zeggen. Dus het is ongeveer hetzelfde gebleven. Ik hoop dat het nog weggaat en dat ik over een week terug normaal kan praten. Maar ik vrees ervoor. Ik vrees er echt voor. Ik bedoel, het is gewoon fucking kloten en
mensen. Ik zie jullie in de comments. Laat zeker een like achter als je dat wilt. Het is niet verplicht. We leven inderdaad in een vrij land, maar... Next year!